Per Hendricks, performance coach van VVV Venlo. Wat is dat precies, een performance coach? Nou, een performance coach werkt samen binnen een team. Dat bestaat uit medische staf, technische staf, data-analyst en uiteraard spelers. Die is verantwoordelijk voor de fysieke gesteldheid en de fitheid van de spelers. Kun je dan eens uitleggen wat je precies allemaal doet op een werkdag of op een werkweek? Het verschilt per dag. Ik doe hoofdzakelijk de warming-up en de voorbereiding op de trainingen. Denk mee een stukje in de periodisering. Ik doe de krachttrainingen 2 tot 3 keer in de week met de jongens. Overleg samen met de data-analyst. Kijken we zeg maar naar de data om dat een beetje te analyseren. En te kijken wat weer nodig is in het vervolg voor de spelers. Hoe ver gaat dat, die data waar je het over hebt? We kijken met name naar de trainingen en de wedstrijden, de intensiteit. Dat kun je terugzien in de afstand die ze afleggen, de high intensity, dus de snelheden waarmee ze rennen, de acceleratie, deceleratiemomenten, topsnelheden, ja, noem maar op. Hoe belangrijk is een performance coach in het profvoetbal? Ik denk in het hedendaags voetbal wordt het steeds belangrijker. Het tempo gaat omhoog, het niveau in het voetbal gaat omhoog. Er wordt steeds meer gevraagd, steeds meer wedstrijden, steeds meer trainingen. Dus het is des te belangrijker dat spelers optimaal voorbereid zijn voor een fysieke prestatie. Merk je dan ook dat spelers sterker of fitter worden echt? Gedurende het seizoen merk je dat zeker. Je begint ergens en je bouwt in stappen bouw je ergens op naartoe. We zijn nu een half jaar bezig. Door middel van testen, fysieke testen, gaan we dat analyseren. En normaal gesproken zul je wel zien in gedurende het seizoen dat spelers daar sterker en fitter uitkomen. En daarbij is die data ook belangrijk dan? Samen met de fysieke testen. En ook in de data kunnen we zien van of spelers sneller worden, meer kunnen afleggen. Dat soort dingen eigenlijk. En in de fysieke testen kunnen we onder andere bijvoorbeeld sprongkracht zien, sprintsnelheid, etc. Jij weet dus als geen ander hoe de spelers ervoor staan, fysiek, conditioneel. Ja. Hoe staan ze ervoor? Op dit moment vind ik zelf dat we fysiek er goed op staan. We hebben gelukkig weinig spierblessures. De spelers zijn denk ik ook goed fit, hebben een goede conditie op dit moment. En hopen we het tweede seizoen zelf alleen maar verder uit te gaan bouwen. Als we dan even naar je eigen werkzaamheden gaan kijken, wat vind je zo leuk aan het zijn van een performance coach? Allereerst vind ik gewoon leuk om in de voetbalwereld met jongens te werken die er alles voor doen om hun prestaties te verbeteren. Dus het werken met mensen vind ik gewoon überhaupt leuk. En ik vind het gewoon mooi om terug te zien dat de dingen die we bijvoorbeeld in de krachthong doen, dat die terugkomen, dat je die terugziet zeg maar, op het veld. Dat is, voor mij, geeft mij een voldaan gevoel. Wat zijn die dingen dan die je dan dus traint in het krachthong die je op het veld terugziet? Startsnelheid, topsnelheid, duelkracht, sprongkracht, dat soort dingen eigenlijk. Eigenlijk alle facetten zeg maar, die belangrijk zijn voor topvoetbal.